we mogen eindelijk weer... Hey, Eddie Keur, ja. Met je allerbeste vriend Rob Stenders hier. Dag Rob, hallo. Zeg, zouden wij, als we dan echt een keer goed aandringen... Ja. Samen eens plaatjes mogen luisteren? Ja, tuurlijk, Rob. NPO 3FM. Zijn we meer voor deze heerlijke vrijdag. En misschien dat wij een beetje dof klinken, maar we lopen op diesel. Dus dat zou best kunnen. Zeg, ik heb trouwens een vraagje voor jou. Misschien wel even leuk om het antwoord op te krijgen. Mm. Hoe noem je een dominee in een rolstoel? Geen idee, Eddie. Wat dacht je van een geestelijk gehandicapte? Nee. Wat gaan we doen, mensen? We gaan het opleuken. Dit is jouw vrijdagmiddag. Eddie Keur. Tak, we hebben wel ritme hoor bij 3FM. Ja, al die jonge mannen. Dit is Keur in de middag. Fijn dat we er zijn. Even Ivo van Breukelen bedanken voor weer een show om door een ringetje te halen. En op tijd klaar. Ja, het weekend stond voor de deur, denk ik. De vriendin is ook heel tevreden. Dus, maar hij komt zo meteen nog even. Trouwens, met de vriendin van mij gaat het niet zo goed, hè? Niet? Nee, die is van de man af. Ach, mensen, die is van de man af. Ja, maar ach, dat is wat je zegt. Niet leuk, daar moet je geen grap over maken natuurlijk. Ze heeft een contactadvertentie gezet. Dat is een hele nare ex, die sloeg er ook altijd. Ja. Dus die is blij dat ze daarvan af is. Dus zij heeft een advertentie in de krant gezet. En zij zocht een man die haar niet slaat en die niet bij de weg liep. En die ook goed is in het seksleven. Dus die advertentie heeft ze in de krant gezet. En wat denk je wat er gebeurt, zeg? Een paar weken later, ja hoor. Iemand voor de deur. Godverdikke, ze doet de deur open. En wat staat daar? Nou, staat niet helemaal. Maar een man zonder benen en zonder armen, mensen. Niet. Ja, die staat. Ze zegt, wat komt u doen? Ze zegt, nou, ik heb gereageerd op de advertentie. Ze zegt, ja, maar ik snap niet waarom u hier bent. Ze zegt, nou, u heeft toch gevraagd naar een man zonder benen? Ik loop niet bij u weg. Oh, zegt ze, dat is wel heel goed nieuws. Ze zegt, ik heb ook geen armen, dus zoals uw ex, ik zal u ook niet slaan. Oh, zegt ze. Ze zegt, maar ik had in de advertentie ook gezegd... van, ik zoek ook iemand die mij seksueel heel erg goed kan bekoren. Dus, ze zegt, nou, wat denk je dat ik mee aangeklopt heb? Keur in de middag presenteert de vrijdagmiddagborrel. Keur in de middag.